Bij deze historische context horen verschillende verlichte denkers en hun ideeën die je moet kennen. We hebben Rousseau al gezien over de opvoeding van kinderen en over het sociaal contract. En bij het sociaal contract zagen we ook John Locke. En in deze video komen twee andere verlichte denkers voorbij, Montesquieu en Smith. En dat zijn twee heel uiteenlopende denkers. Ze dachten allebei over heel andere zaken na. Maar ze hebben in ieder geval gemeenschappelijk dat hun ideeën heel erg invloedrijk zijn en zijn geweest. Nou, eerst eens kijken naar Montesquieu. Die kwam met het idee van de trias politica, de scheiding van de machten. En dat ken je misschien wel van, vanuit maatschappijleer. En het gaat heel erg over het voorkomen van machtsmisbruik van het bestuur. Want het bestuur van een staat heeft altijd eigenlijk verschillende taken. Er moeten bijvoorbeeld wetten gemaakt worden. Nou ja, dan, dan moet je dus wetten maken die goed zijn voor iedereen. Maar die wetten moeten ook dan nog goed worden uitgevoerd. Die moeten goed worden toegepast. Nou, en dat, dat moet dus weer, zei uh, Montesquieu ook al, door iemand anders gebeuren. Want anders dan ga je alleen maar wetten maken uh, die, jezelf, die alleen maar goed zijn voor jezelf... en die zelf makkelijk uit kunt voeren. En daarom moeten er dus verschillende machten zijn die van elkaar gescheiden worden. En uh, Montesquieu, die onderscheiden eigenlijk drie machten... Ten eerste, dus uh, het maken van de wetten, het opstellen van de wetten, de wetgevende macht. En daarnaast, dus de uitvoerende macht, hè, dus, dus degene die uiteindelijk ook moeten besturen door middel van de uitvoering van die wetten die bedacht worden. En de derde macht is ook een heel belangrijke macht, dat is de rechterlijke of de rechtsprekende macht. Uh, die moeten dus kijken of dat bestuur dan wel volgens de wet gebeurt en of iedereen zich wel aan die wetten en aan de grondwet en dergelijke houdt. En als je dit dus uit elkaar houdt, dan kan iedereen elkaar controleren. Als je verschillende van deze taken gaat mengen, of ze allemaal bij één persoon of bij één orgaan legt. Ja, dan kan de macht dus makkelijker misbruikt worden. Want als jij moet gaan rechtspreken over jezelf, ja, dan kun je jezelf natuurlijk altijd vrijpleiten. Dus daarom zei Montesquieu: het is veel verstandiger en veel redelijker om die machten te scheiden. En dat was een nieuw idee. Want uh, tot die tijd en in die tijd ook nog, ja, we lagen uh, die machten eigenlijk vaak gewoon uh, bij één persoon, bij een absolute vorst bijvoorbeeld. Nou, er was dus absoluut geen scheiding van de machten. Maar weer vanuit dat idee van het verlicht denken, alles dus rad Benaderen, hoe kunnen we het nou het beste doen voor iedereen? Nou, het beste volgens Montesquieu in het bestuur was dus om die machten van elkaar te scheiden, om machtsmisbruik te voorkomen. Oké, okay, dus Montesquieu die dacht ook heel erg na over de politiek, net zoals Rousseau en Locke dat ook deden met hun sociaal contract. En Smith die was vooral bezig met uh, de economie. En hij ging heel anders kijken naar uh, de rol van de overheid in de economie. Want wat Smit dus zag in zijn tijd was dat de overheid uh, heel erg probeerde om de eigen nationale economie te beschermen. Hè, die te beïnvloeden door middel van importtarieven te heffen. Dus uh, buitenlandse producten in het eigen land uh, duurder maken, zodat mensen vooral ook uh, de producten uit het eigen land kochten. En uh, subsidies geven om uh, aan de eigen bedrijven om uh, de producten in het buitenland juist aantrekkelijker te maken. Dus de overheid was heel erg bezig met uh, zich te bemoeien en beïnvloeden van die economie. En vooral met de prijzen van producten dus. Ja en dat vond Smit dus helemaal niet verstandig. Als je rationeel naar de economie keek, dan moest je dat dus niet op deze manier uh, doen zoals het altijd gedaan was. Hij vond juist dat er een vrije markteconomie moest komen waar vrijhandel was. En waar dus juist zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid ook was. Want zijn idee was: laat mensen maar gewoon vrij, dan komt het wel goed. Want hij ging uit van het rationeel eigen belang. En dat wil zeggen dat ieder mens hard werkt voor zichzelf. He, iedereen, heeft, uh, iedereen probeert het beste voor zichzelf van te maken. En dat probeert ze op zo goed mogelijke manier te doen. Dus die werken zo hard mogelijk voor zichzelf en voor hun eigen familie. En Smith die dacht dus: ja, als je die mensen allemaal maar zoveel mogelijk vrijlaat om dat te doen. en ik werk hard en jij werkt hard en die werkt hard en die werkt hard, dan werken we allemaal hard. En dan komt het dus ook ten goede aan de hele economie. Want hierdoor groeit de economie en de welvaart voor iedereen. Dus het is helemaal niet rationeel. Om dus de economie al erg te gaan beïnvloeden. Nee, je moet juist zorgen voor zoveel mogelijk vrijhandel en weinig bemoeienis van de overheid. En dat is dus ook weer een voorbeeld van een verlicht idee, wat in latere tijden heel erg dominant zal worden.